In combinatie met onze Working Wonder Table Talks hebben we ook altijd een aantal insights. En deze insight heb ik Hans Meijer, co-founder van Zocool, aan tafel zitten. Hans, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. We hebben natuurlijk ook al een breder gesprek met elkaar gevoerd. Maar wij maken deze insights eigenlijk ook altijd om nog even wat dieper in te gaan op de tafelgast aan zich. We zitten toch in een wat bredere groep vaak. Leuk om even met jou nog wat dieper erop in te gaan. Tijdens een gesprek kwam het naar voren en in ons gesprekje net zelf ook. Er gaat heel veel veranderen in de industrie, in de retail, in de hospitality, in de hotelsector. Een belangrijk ding wat jij ook bij Zocool ziet gebeuren is home offices of offices away from home. En wat dat ook met de kantoorpanden gaat doen. Hoe zie jij dat? Wat gaan we tegemoet de komende tijd? Ja. Je ziet dat we eigenlijk gedwongen werden door COVID-19 om meer thuis te werken. Dat was eigenlijk geen keus. En naarmate de afgelopen maanden vorderden, zijn er eigenlijk steeds meer mensen die dat eigenlijk zijn gaan waarderen. Ik las gisteren dat 4% van de mensen die voor ABN AMRO werkt, die wil maar 5 dagen in de week terug naar kantoor. Dus ik denk dat work from home, dat blijft sowieso. Het betekent alleen niet dat iedereen dat leuk vindt en ook iedereen dat 5 dagen in de week zou willen doen. Dus wat we natuurlijk ook bij Zocool hebben gewerkt, dat een aantal mensen, omdat de loft, het bed is daar weggewerkt, je hebt een grote keukentafel, je hebt een keukentje, je hebt eigenlijk alles wat je nodig hebt. Het is eigenlijk een soort mini-huisje en je kan er heel goed werken. Dus heel veel mensen die kozen ervoor om niet vanuit huis te werken, maar die kwamen een aantal dagen dan in de week bij Zocool werken. Ook omdat thuis misschien niet de meest ideale plek is. Of dat thuis niet zo geweldig vindt dat je elke dag thuis werkt. Dus toch wel wat afleiding. Dus eigenlijk die combinatie. En als je dat nou verder gaat trekken, dan ga je eigenlijk nadenken, welke functie heeft het kantoor nou eigenlijk? Want als je 5 dagen in de week naar kantoor gaat en je zit in je eentje 5 dagen in de week achter die laptop of achter die computer, dan kan je jezelf afvragen, ik moet reistijd, ben wat minder flexibel. Ja, wat is daar de zin van? Dus wat ik geloof is dat steeds meer bedrijven, ondernemers, die gaan kijken, oké, hoe wil ik die kantoorfunctie nou precies invullen? Wil ik nog voor 5 jaar een huurcontract tekenen? Wil ik dan nog een paar ton uitgeven aan de inrichting? Ik heb facility manager nodig. Uiteindelijk ben je toch wel een aanzienlijk bedrag per persoon per dag kwijt. En je kan natuurlijk ook kijken, nou, als ik nou dat contract niet aangaan, waardoor ik veel meer flexibiliteit heb, zijn er dan andere oplossingen daarvoor? En dan zie je het karakter van het kantoor wordt straks veel meer een soort clubhuis, waar mensen bij elkaar gaan kopen, waar je nog naar elkaar gaat opzoeken om te brainstormen, om samen te werken, om ideeën uit te wisselen, of gewoon even dat sociale contact. Maar ik denk waarbij je in de toekomst heel veel dingen ook vanaf huis kan doen of vanuit een andere plek. En hoe zie jij dat nu bij Zocool? Zijn dat voornamelijk zelfstandige ZZP'ers die bij jullie een dag komen werken? Of zijn dat inderdaad ook mensen die binnen de grote organisaties zitten? Is het voor een MKB'er te doen die toch een team van zeg 10, 20 mensen in dienst heeft om bij jullie ook daar te komen zitten? Ja. Wat is het type gast wat je daar mee hebt? Vanaf het begin af aan hebben we in de social spaces konden mensen daar werken. En die konden daar een dagpas kopen of die konden een abonnement kopen per maand. En in beginsel waren dat met name ZZP'ers. En dat deed je al voor corona? Of dat is deden we al voor corona. Dus dat was eigenlijk al een beetje embedded in het concept. Want we dachten, we hebben eigenlijk vierkante meters. En het is een hele fijne plek. En mensen wilden daar graag werken. Dus hebben we eigenlijk gewoon een coworking concept opgestapeld. Na die ZZP's kwamen de kleine bedrijfjes. Bijvoorbeeld een bedrijfje uit Australië. Die kon een grote opdracht doen voor een grote tech firm hier in Amsterdam. En die hadden eigenlijk woonruimte nodig. Maar die hadden ook werkruimte nodig. Dus wat ze voorheen deden, is dat ze ergens in een hotel gingen zitten. En dan gingen ze dan vervolgens een kantoortje huren. Ja. Maar die gebruikten ze ook eigenlijk als springplank om daar hun bedrijf te lanceren. Dus die hebben 6 maanden bij ons hebben ze gezet. Totdat ze een aantal mensen hadden. En toen zijn ze een meer traditioneel kantoor gaan huren. Maar wat we nu zien, is dat heel veel bedrijven eigenlijk aan het heroverwegen zijn. Ja, wat moet ik eigenlijk met dat kantoor? En dan komen er eigenlijk ook wat grotere bedrijven komen naar ons toe. En die zeggen, we willen eigenlijk een aantal memberships bij jullie afnemen, standaard. Ja. En soms voor wat grotere groepen willen we wat grotere event space. En dan moeten we natuurlijk nog steeds 1,5 meter uit elkaar zitten, maar die ruimte hebben we. Maar soms willen we ook focusruimte hebben, dus willen we graag in de loft zitten. Dus je ziet eigenlijk dat je als bedrijf, dat je eigenlijk een nieuwe markt kan aanboren en die heel goed kan faciliteren. Want de meeste bedrijven die zijn
Die hebben niet dezelfde social spaces die wij hebben. Die hebben geen daktuin, geen dakterrassen. Die hebben hun eten en drinken niet zo geweldig geregeld. Dus ja, er is eigenlijk een opportunity om dit gewoon goed te doen. Ja, nou, en wat in het tafelgesprek ook even te sprake kwam is... dat thuiswerken wel de productiviteit in veel gevallen heeft verhoogd. In ieder geval vanaf het moment dat kinderen ook weer naar het kinderdagverblijf naar school mochten. Ik denk, die periode daartussen zal dat minder zijn geweest. Ja. Dat meetings effectiever worden ingericht. Dat je niet meer voor één dag naar Madrid vliegt om een afspraak daar te hebben, maar dat dan digitaal doet. Maar dat er uiteindelijk ook een belangrijke component is die niet vanuit huis gefaciliteerd wordt, namelijk creativiteit. Ja. Wat voor het ene bedrijf misschien iets belangrijker is dan het andere. Ja. Maar hoe zien jullie daar een rol in? Is dat inderdaad, je geeft aan, we hebben vrij wat ruimtes waar we 1,5 meter gewoon ook goed kunnen garanderen. Ja. Gebeuren daar nu al zaken in? Ja, je ziet sowieso dat, en dat zeg je goed, het is enerzijds creativiteit. Maar anderzijds is ook gewoon het gesprekje aan de koffieautomaat. We merken toch de afgelopen tijd dat, en ik weet niet of je dat zelf ook merkt, dat mensen zijn sociale dieren. Absoluut. En ik heb inmiddels ook genoeg mensen die zeggen van ja, ik ben echt helemaal klaar met het thuiswerken. Ik wil in ieder geval een paar dagen wil ik weer wat anders. Dus dat betekent niet dat de voordelen weg zijn, maar dat de nadelen die manifesteren zich veel sterker. Ja. En ik denk dat je kan kijken als, dat is dus een probleem wat we zien bij mensen die werken. Nou, je kan als gasvrijheidsindustrie, kan je denk ik heel goed kijken, oké, hoe kan ik dat probleem oplossen? Want uiteindelijk, ik denk elk succesvol bedrijf lost uiteindelijk een probleem op. En op het moment dat je ziet een aantal problemen die zich nu in de maatschappij voordoen, en je denkt van nou, met mijn model, met wat aanpassingen kan ik daar iets mee doen, dan ontstaat er ook een hele interessante opportunity voor jou als bedrijf. Ja, en je gaf ook aan de plannen voor Zocool om internationaal te gaan. Ja. Vienna, Parijs, Kopenhagen. Kopenhagen staan op de planning. Kopenhagen zelfs nog dit jaar. Ja. Dat zijn nogal wel stappen met ook de onzekerheid die er nu is in de markt. Waarom kies je er toch voor om toch internationaal ook door te zetten? Ja, enerzijds, dat is ook eerlijk om te zeggen, dit zijn langlopende projecten. Ja. Langlopende trajecten. En we zijn al 1,5 jaar aan bouw in Kopenhagen. Dus wat dat betreft ga je ook gewoon. Maar tegelijkertijd denken we ook nog steeds dat, en dat merken we hier in Amsterdam, merken we dat het concept aan zich heel sterk is. Dat onze missie is better together. En ja, we geloven nog steeds dat better together, of het nou deels on- en offline is, dat is iets wat heel relevant is. Zeker in combinatie met het werken zien we voor zo echt nog voldoende mogelijkheden om door deze crisis heen te komen. Waarbij ik wel verwacht dat een aantal dingen echt definitief veranderd zijn. Mm-hmm. Maar ook dat, als je daarop anticipeert, dan kan je daar ook wel weer een oplossing voor vinden. Dus vooralsnog hebben we besloten om gewoon door te gaan. En natuurlijk zit er een hoop onzekerheid in de markt. Ja. Ik bedoel, als er aan het eind van het jaar geen vaccin is, ja, dan zitten we weer toch in een hele andere situatie. En dat bekijken we dan. Ja. En nou ja, waarom deze 3 eerste locaties dan? Waar is dat op gebaseerd? Ja, nou, we richten ons met mensen die tussen de primair op mensen die tussen 5 dagen en 3 maanden op 1 plek moeten wonen en werken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk iemand die projectmatig werkt, die bijvoorbeeld zijn eerste maand relocation bij Zocool doet. Het zijn allemaal mensen die internationaal wonen en werken. Dat betekent dat ze niet alleen in Amsterdam zitten, maar dat betekent dat ze ook in een aantal andere Europese steden zitten. Nou, Kopenhagen is een heel mooi voorbeeld, het is een fantastische stad. Wenen staat al jaren bovenaan de lijstjes van de most livable city in the world. Parijs is ook een echte wereldstad. Het zijn allemaal steden waar onze doelgroep eigenlijk zich naartoe beweegt. Dus voor ons is het ook een hele logische stap om daar naartoe te gaan. Ja. Nou, mooi. En je zegt, er zijn een aantal permanente veranderingen die al hebben plaatsgevonden. Kan je daar nog iets meer over? Nou, permanente veranderingen is 1, dat je model veel meer hybride wordt. Mm-hmm. Het traditionele model van een hotel is putting your head in the bed. Dat is ook heel eenzijdig. Dus je gaat steeds meer kijken, oké, hoe kan ik, wat ik eerder al zei, hoe kan je een bepaald probleem of een oplossing bieden voor een bepaalde behoefte. Nou, dat betekent dat mensen kunnen bij ons 1 nachtje blijven, 5 nachten blijven, 3 nachten blijven, 6 maanden blijven. Dat kan ook. We hebben dat hele, de integratie van werk. En daar zit natuurlijk die grote verandering in. Die blijft ook. Ik verwacht niet dat alle bedrijven straks 5 dagen in de week naar kantoor gaan. Ik verwacht ook niet dat alle bedrijven stoppen met Zoom-meetings en dat we met z'n allen weer voor 1 dagje naar een stad gaan werken.
Maar je merkt ook weer dat, dat die interactie tussen mensen, dat dat heel belangrijk is. Het voorbeeld dat Maartje ook gaf, dat voor creatieve sessies of voor brainstorm of strategie-meetings, ja, op een of andere manier werkt dat gewoon minder goed via Zoom. Als je elkaar ook voor het eerst kent, is ook niet fijn via Zoom. Dus er blijft altijd een behoefte bestaan. En ja, wat we ook hebben gedaan, is dat we hebben het bedrijf ook voor een gedeelte gedigitaliseerd. Dus dat betekent dat een aantal onderdelen op het gebied van automatisering, die zijn eigenlijk door ons versneld, mm-hmm, om te zorgen dat we in deze tijd er goed mee om kunnen gaan. Dus bijvoorbeeld contactloos, dat is nu, ja, je wil eigenlijk proberen dat je zo weinig mogelijk fysieke interactie nodig hebt. Ja. En dat betekent dat een aantal dingen die we wel op de plank hadden liggen, die hebben we gewoon versneld doorgevoerd. Zoals een digitaal inchecken. Digitaal inchecken, contactloos, maar ook contactloos. Je kan nu gewoon met je telefoon kan je eten bestellen, je kan het afrekenen en hoeft alleen nog maar gebracht te worden. In een hotel zijn we allemaal gewend aan een gezellig buffet. Ja. Nou, dat is er dus niet meer bij. Nee. Dus je moet daar op andere oplossingen zoeken. Maar dan hebben we een oplossing bedacht. En dan denk je, ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk. En onze gasten vinden het heel leuk. Dus er gaan zeker dingen die gaan blijven nu. Ja. Het evenement met Joris Beidenbeek, wat ik je vertel, dat we opeens, ja, je kan naar onze loft kijken als een mini huisje. Je kan er ook kijken naar een mini restaurantje. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die willen nog een bedrijfsevenement organiseren. En we hebben opeens 25 micro event spaces die we allemaal deels digitaal aan elkaar knopen. Dan kan je ook weer een bedrijfsevenement organiseren op 1,5 meter afstand. Dus, ja. Heel mooi. Dus ook mocht er nog een tweede golf komen, dan hebben jullie een aantal oplossingen al klaarstaan. Ja, we hebben wel gekeken naar als er een tweede golf komt. En dan hebben we eigenlijk een aantal scenario's uitgewerkt. Op welke knop kunnen we dan drukken? Het liefste houden wij ons natuurlijk voor een groot deel aan ons traditionele businessmodel. Dat kennen we goed en daar zijn we ook heel goed in. Maar we hebben wel geleerd, en dat zijn experimentjes. En wat ik al zei, sommige dingen gaan goed en andere dingen, daar moeten we nog een beetje aan toe. Maar we leren ongelooflijk veel op dit moment als bedrijf. Waardoor we eigenlijk minder afhankelijk willen zijn van onze traditionele markt. Onze traditionele markt is de internationale zakenreiziger. Ja, om daar al je pijlen op te richten, dat zou heel onverstandig zijn. Ja, zeker nu we voorlopig nog niet mogen vliegen natuurlijk. Nee. Misschien het laatste stukje, hè? Productiviteit, creativiteit. Zoku biedt natuurlijk een hele creatieve omgeving al. Ja. Dat is al stap 1. Het is al wat anders dan je eigen keukentafel waar je komt zitten. Maar je geeft ook interactie blijft belangrijk. Jullie als organisatie gaan steeds meer digitaal, contactloos die service bieden. Maar als ik daar nu een dag kom werken, hoe haal ik dan toch nog meer creativiteit uit mijn dag? Is er een groepslunch, kan ik in contact komen met andere huurders? Is er een mogelijkheid waarop ik een soort van collegialiteit ervaar, zonder dat ik direct bij mijn collega's aan het bureau zit? Ja, nee, dat is dat is natuurlijk ook een vraagstuk wat ons enorm bezighoudt. Want Better Together, wat onze missie is, maar het moet nu safer than ever, moet je ook doen. Dus we hebben eigenlijk een aantal dingen, doen we meer online nu. Maar we zorgen nog steeds, Hidde is onze community manager. Die leert jou ook echt kennen als je bij ons komt werken. Maar die denkt, oh, dat is interessant als je die of die ontmoet. We hebben al mensen die bedrijfjes met elkaar gestart zijn bij Zoku. Oh, of er zijn mensen die toevallig even een vraag hebben in een vakgebied waar een andere member heel goed in is. Nou, die uitwisseling is er ook. Dus ja, op 1,5 meter kan dat gelukkig nog heel kan dat ook heel goed. Maar het scheelt wel dat je met elkaar in dezelfde ruimte bent. Want je ziet elkaar even, je praat even met elkaar. En dan ontstaan er weer allerlei leuke voedingsbonen voor samenwerking. En dat willen we ook gewoon blijven faciliteren. Nou, dankjewel voor graag gedaan. Deze extra informatie. En ik denk dat het mijn beeld van Zoku in ieder geval nog even versterkt. Ik wens je heel veel succes met de plannen voor de komende tijd. Ja. En hopelijk gaat het allemaal doorgang vinden. Ja. En mocht er weer een restaurantje zijn, dan kom ik zeker langs. Super, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Okay.